VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jilles Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekering. Oké, bij de camera Jurgen Sefcik, trainer Bennekom 1. Jurgen, van harte gefeliciteerd met een prachtige overwinning. Ja, wel wat wij in Duitsland een arbeidsziek noemen. We moesten echt heel hard vechten voor de punten. We hebben van de week al gewaarschuwd, want we zitten natuurlijk echt in een flow, doen het goed. Komt DOS 37, die lijken een stuk achter ons te staan in de competitie. Maar we kunnen beschikken over beelden en zagen al dat DOS best veel kwaliteit, met name in de voorste linie, heeft. En een zeer stug te bespelen tegenstander is. En ook durft om naar voren te voetballen, vroeg druk te geven. En ja, dat is dan moet je geduld hebben, je positiespel goed spelen. Het duurde dan dus ook in de eerste helft een tijdje voor we een beetje in ons spel kwamen, in ons ritme kwamen. En toen waren de kansen er wel voor DOS. Ook een paar schoten de tweede lijn die echt gevaarlijk waren. Ja, zeker in de beginfase startte DOS gewoon wat frisser, wat aanvallender dan wij, met een paar afgelegde ballen. Nou ja, geen schade opgelopen. Ik denk dat we naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter in de wedstrijd kwamen. En ook op de vleugels de openingen konden creëren die we graag willen creëren. Ja, en dan moet ik zeggen dat ik zelden zo'n lelijke goal heb gezien als de 1-0. Maar feit is wel dat we de 3 keer in de rebound zitten en daar ook verdiend op 1-0 komen. En Kevin als een goede spits, wat hij zegt, hij zat er eigenlijk al in, hè, maar had toch het laatste zetje nog nodig. Ja, dat wil Sissing altijd wel, maar Van Ginkel heeft die goal gemaakt. Vind ik ook hoor, Van Ginkel heeft die gemaakt en niemand anders. Ja, zeker. En dan ga je er rust in. Wat zeg je dan deze groep? Nou, dat we... kijk, het is belangrijk dat je ook in moeilijke wedstrijden, dat uiteindelijk het voetbal boven komt drijven, dat we dat goed gedaan hebben in de eerste helft. Maar ik verwacht ook nog echt hele zware 45 minuten. Ik denk dat we met die 2-0 die we goed uitgespeeld hebben, prachtige goal van Niek, deze dan dus wel, dat we de wedstrijd echt naar ons toe trekken. En daarna 20 minuten echt zeer behoorlijk spel op de mat leggen met goede kansen. Misschien wel wat slordig in de afronding. Ja, dan kan je erop wachten dat een keertje iets misgaat. Valt die 2-1, kom je toch nog onder druk. Maar ook hier weer, in de counter kan het natuurlijk wel lang 3-4-1 worden. Waar ik zeer tevreden over ben, is dat we in die fase niet in paniek raken. En niet ook nog een tweede goal weggeven. Dus alles bij elkaar. Ik heb ons beter zien voetballen dan vandaag. Maar over het geheel van de wedstrijd een zeer goede teamprestatie. Met een stabiel team, goede organisatie, 2 mooie goals. Nou, zeer verdiende overwinning en we staan waar we graag willen staan. De concurrenten bovenin, daar willen we het over hebben, want we hebben inmiddels 8 of 9 wedstrijden gespeeld. Dus we kunnen al een beetje, denk ik, een voorlopig standje al een beetje opmaken. Spelen allebei gelijk. Dat is natuurlijk best wel gunstig, denk ik. Ja, nou ja, deze en volgende week spelen het hele linker rijtje speelt tegen elkaar. Behalve wij hebben andere wedstrijden, want we hebben eigenlijk iedereen boven gehad, behalve Berkum. Ja, we hebben gezegd, ons doel is met de winterstop kort op de koploper te staan. Nu is het in alle eerlijkheid al korter dan we dachten. Maar ja, nu gaan we ook door. Dus een positie waar we hard voor moeten werken. En het is waar we willen staan. En we zullen zien hoe zich het seizoen verder ontwikkelt. Hoe is het met de status van de geblesseerde spelers? Nou, we hebben volgende week Mark van Steenbergen weer terug. We hebben Mark Bos hopelijk alleen maar met een klein kwetsuurtje. Die heeft een lichte kneuzing op zijn wreef opgelopen op de training. Luc Kipmulder sluit weer aan. Martijn Klein-Holten moeten we nog wat geduld hebben, maar die is ook op de weg terug. Dus alles bij elkaar relatief positief nieuws. Hartstikke mooi, goede bericht. Ga lekker genieten van deze overwinning en op naar volgende week. We gaan er een wijntje opnemen. Super, dankjewel.